Als je noodgedwongen uit je geboorteland bent gevlucht, een barre tocht over land en over zee achter de rug hebt, gevreesd hebt voor je leven om uiteindelijk hier in Nederland veiligheid te vinden, dan ben je er nog niet. Jonas wil graag de liefdevolle man voor zijn vrouw en de betrouwbare vader voor zijn kinderen zijn. The North Korea of Africa. Eritrean officials have committed crimes against humanity. The inhumane conditions of service, rape and torture often associated with service, and their devastating impact on family life and freedom of choice for the individuals. For these reasons, we have concluded that Eritrea's programs constitute the crime of enslavement. Ik heb bij de militaire dienst voor bijna voor 5 jaar. So it is voor 5 jaar is heel lastig. Ik moet mijn familie helpen. Nederland is een heel mooi land, maar ik mis mijn kinderen heel veel. So ik vind het verdrietig. Toen ik in Eritrea was, ik had 3 kinderen. Daarna mijn vrouw met 3 kinderen en ik in 2015 naar Sudan gevlucht. In september 2015 ook naar Nederland gevlucht. Het is heel vreselijk om te leven alleen. Ik was bij de AZC voor 1,5 jaar. Ik ben hier 9 maanden. En de jongste kind was geboren toen ik in Nederland was. Ik voel een beetje verdrietig als hij geboren is toen ik in Nederland was. Toen mijn gezin in Sudan was, als ik naar buiten zag en als ik zag voor de kinderen spelen bij die speeltuin, ik nadenken over mijn kinderen, over hun situatie, omdat het is niet veilig voor mensen, vooral die komen uit Eritrea. Het is niet veilig. Mijn dacht was, ik ga meteen naar werk, maar dat is niet mogelijk om te gaan meteen naar het ziekenhuis om te werken. Ik ben verpleegkundige afgestudeerd, maar ik heb nooit de afgelopen 2 jaren nooit naar het ziekenhuis of naar om te verbeteren mijn beroep. Ja, dit is jammer. Dat is vervelend, ja. Het is de plek die heb ik gewerkt, dit is een hospitaal. Er zijn tekort in huisartsen in Eritrea. Als jij in verpleegkundige afgestudeerd, je moet als huisarts werken. Dit is mijn office, is mijn patiënten. En tegenwoordig, ik moet naar school, ik moet naar taalkursus school, ik moet verbeteren mijn taalkursus, ik moet de bigerstraat doen. Maar de gezinshereniging duurt een beetje lang. Dat ik had een beetje stress over mijn gezin. Dan kan ik niet concentreren over de taalkursus. Dan ik stopte met die taalkursus. Sommige dagen, ik dacht de hele dag over haar en over de kind.
Niemand kan haar helpen. Sudan is niet veilig voor de kinderen. Er is geen eten, er is geen schoon water. Zo, ik viel een beetje verdrietig. Ik heb gevraagd meer dan 10 keer voor de vluchtelingenwerk om te speed up. Het is voor de vluchtelingen natuurlijk iedere dag is een dag te veel dat het duurt. En zolang de mensen niet veilig zijn en niet bij elkaar zijn, is het heel moeilijk om je focus op integratie in Nederland te richten. De gezinsherenigingsprocedure is ingewikkeld omdat de vluchteling hier formulieren moet invullen, met de IND in gesprek moet gaan. Maar dat gaat natuurlijk ook om de gezinsleden daar die iets moeten. Die moeten afreizen naar de ambassade. Die moeten daar vaak ook gesprekken voeren om te kijken of het verhaal van de vluchteling overeenstemt met dat van zijn vrouw en kinderen. Zodat uiteindelijk de mensen in het land van herkomst papieren krijgen die het mogelijk maken dat ze legaal naar Nederland reizen. En dat zijn allemaal zaken waar de vrijwilligers van vluchtelingenwerk de vluchteling op wijzen en in meenemen. En er is verder geen andere organisatie in Nederland die begeleiding biedt aan vluchtelingen. Vier maanden geleden kreeg ik naar de brievenbus. Ik opende de brievenbus en ik heb een brief gezien, dat is van de IND. Eerst ik belde naar mijn vrouw. Ik heb een brief gekregen van de IND en de beslissing is positief. En zij zegt er is een reactie van onze cultuur. Als jij een goed nieuws gekregen, jij zegt en zij zegt. Het is heel veel geld, maar ik moet, als ik niet betaal voor de geld, mijn gezin hebben niet hier zijn. Als vluchtelingen de zekerheid hebben dat hun familie legaal naar Nederland mag komen, dan is er natuurlijk nog de praktische vraag van hoe moet het met de tickets? Wie betaalt de tickets? Wie betaalt ook de leges die betaald moeten worden? En dat kan behoorlijk oplopen, soms wel tot enkele duizenden euro's. En dat is de reden voor Vluchtelingenwerk Nederland geweest om daar een vluchtelingenfonds voor te maken. Waarbij vluchtelingen die aan kunnen tonen dat ze onvoldoende geld hebben om die leesjes en die tickets te betalen, een beroep op kunnen doen. Ik heb geld gekregen van Vluchtelingenwerk, 750 euro. Het was heel bijzonder dag. Het was spannend. Dus, zij begint om te houden. En, mijn kinderen die vergeet me, behalve de oudste. En ik probeer om te hangen. Maar zij vergeet. Totdat zij vergeet me. Ik vind het een beetje verdrietig. Die bijna twee en drie maanden jaren. Het is heel lang tijd voor de kinderen om te houden voor mij als ik een baba is. Zijn nu twee maanden in Nederland. Nu weten mij als hun baba. Everything is good. I got my husband, so my children was so very happy because he got a father. En twee, drie, vier. Het is een beetje moeilijk voor haar om te leven, Allen. Dit blijkt voor haar, het is niet alles Sudan.
Dat vind ik een beetje vreselijk. Weer. Het is belangrijk om aandacht te geven voor kinderen de hele week. Maar dat kan niet. Ik moet ook naar de school en ik kom hier elke week in. Eigenlijk, ik heb een huis in Amsterdam. Met één woonkamer met twee slaapkamers, maar het is niet groot genoeg voor mijn gezin. Zodra je gezin in Amsterdam is, dan gaan wij jullie verder helpen met alle zaken te regelen. Ja, het vervelende is helaas nu op dit moment in Nederland, is het zo dat de huisvesting heel moeilijk te regelen is. Vooral in de gemeente Amsterdam. En soms kan het wel tot anderhalf jaar duren voordat er een woning is gevonden in Amsterdam. Mijn droom is moet verhuizen naar een ander huis, omdat mijn gezin hier zijn. Ik hoop mijn droom komt echt. Gevlucht uit een gebroken land, met oorlog in het lijf en verdriet in het hart. En dan eindelijk een veilige plek, maar gescheiden van vader, moeder, man, vrouw, kinderen. Ook deze winter helpt Vluchtelingenwerk Nederland weer gezinnen bij elkaar te brengen. Help alsjeblieft mee, voor 9 euro per maand. Ga naar ikhelpvandaag.nl. Ik ben Diewertje Blok, ik help ook.